Arriva rijdt met 200 bussen in Friesland. 140 nieuwe bussen komen uit de stal van bussenbouwer VDL van het Jereveen. Om die megaklus van dit weekend klaar te krijgen, moest er van september al eens de hele dag troewerken worden. Mij veroorzaakte er een rechtszaak van Connection tegen Arriva, die de tijdsdruk flink opvierde. Maar wie het VDL slagen, dan hield het mogelijk de eiwest van het bedrijf, want er daarna geen opdrachten meer winnen. De directie van het bussenbedrijf wou daarom de bouw van 80 nieuwe bussen graag over een langere periode spreiden. Het en gagier daar, bewust van alle risico's, in mei. Ik heb voor mezelf net een rechtvaardiger dat ik op mijn geweten zou moeten hebben, uiteindelijk dan, om te zeggen, oké, we zetten alles onder druk, Arriva krijgt geen boete, maar vervolgens moet wel 170 man ontslaan worden. Dan nemen we het risico wel. En dan zullen we wel hoe ver het komt. Ik in, voor mijn gevoel, nou in ieder geval, hoef ik net maar gebogen hoofd trots de fabriek in Heerenveen te rennen, omdat mogelijk als gevolg van een dwangactie van u uiteindelijk 170 gezinnen zonder ballen zitten vanaf morgen. Gevolg is wel dat Arriva een boete krijgt van 5 ton van de provincie. Omdat alle bussen nog lang net klaar binnen van gebroek, wil dat wel de afspraak wie. De boete is daarom een logisch gevolg, zei deputeur Johannes Kramer. Die boete moeten wij oplezen vanwege de betingsten in de gunning, in het contract. Als we die boete net oplezen zouden, dan zouden horen bedrijven zeggen van ja, ho eens even, dat de provincie hier in Oosje van Arriva even alles door de vingers zet, dan hier wij natuurlijk ook wel even oor zien kunnen. Ja, en dat kent vanzelfs net, want dan stappen ze naar de rugten en dan verlenen we het. Directeur Hettinga weet officieel nog niet van de boete en wil er daarom net op reageren.